35 hectare ten aanleiding van toen zijn gevormd geweest. Ten aanleiding werd alles ooit over 27. Het is echt een gastvrijheid. Het is echt een groene hart van overheid. Maar dan schitteren wij altijd door afwezigheid, want dan zijn we aan het skiën. En nu heb ik ook een excuus om niet mee te lopen, omdat ik moet starten. Huh? Oh, ja? Maar ik zie daar de jeugd staan. Melis. Oké, Melis Tom. Oké, Noor. Oké, Noor. Amber. Oké, Sascha. Is er ook Ilse? Oké, jongens. 5 kilometer is één. En die 5 kilometer, jongens en meisjes. Of zal ik zeggen, atleten en atletes. Is ook exact. Maar dat moet toch niet schrikken worden. Ga je om 1 uur pas voor even starten, dan komt hij te laat. Dit is een stukje zo, hè? Vorig jaar was Wouter Jansen de snelste op dit parcours in 17:21 en Martin Breunissen was vierde in 18:30. Bij de vrouwen testboeken maar 21:28. Ik ga niet meer zeggen, waar is Wouter Koning? Nou, veel succes atleten op deze bijzondere dag. En als we dan over een bijzondere dag hebben, dan mag je natuurlijk zeggen, we hadden nog niet zo bezwollen gehad. Ik ben altijd een fan geweest van Baalwijk, hè? Dus dat was goed uitgeslapen, toch? We hebben, daar kunnen nog mensen inschrijven, we gaan spreken natuurlijk sporten van 10 kilometer. We hebben 85 deelnemers gehad op de 5 kilometer. En op de 10 kilometer op dit moment staat de stand op 109. Dus we hebben een respectabel aantal atleten die deze de hele bekende families Uterwijk, Raastel tot Eense, de familie Zondbeek, de familie van Delen, de familie van Voorstervoort en nu niemand minder dan de familie Koning. Die zijn hier vandaag natuurlijk ook aanwezig. Wij gaan ons opmaken, denk ik, voor de prijsuitreiking. Wil Astrid van Velden,
Larissa Mas, Mario Fusilier, Martin Breunissen, Onno van Tijns, Jan Ge... Ik ga het maar niet van de schuld geven, maar laat ik mijn man even zelf houden. Ik had een lijstje gekregen waar de mannen 50 op gaan. En dat is volgend jaar natuurlijk. Dat doen ze altijd in de eerste jaren bij zijn 55. Nee, een beetje flauwekul. De prijzen zijn binnengekomen en daar is dat de nummer 2 gaan staan. En Astrid van Velden. En dan is een beetje een meisje die denkt, ik ga zelf wat beter maar staan. Ik ga één nummer over, hè? En dan staat ook de beste gesmelten. Wij gaan de prijs uitreiken. Naar nummer 3, Mario Fusilier. Zij komt uit Hengelo en ze heeft een tijd van 25,4. Mario Fusilier op een schitterende derde plaats. Wij gaan naar een tweede plaats. En dat is de atlete ook even uit Hengelo, Larissa Mas. Ze deed het in een tijd van 27,59. En Larissa Mas, ze was vorig jaar ook tweede. En nu is ze 46 seconden sneller. Maar zij komt er vers weg. Zij komt met een schitterende harde berg, mag je zeggen. Zij behoort bij de crème de la crème van de ambtenaren. He? Zo mag je dus ook zeggen. Vele malen Nederlands kampioen. Zij kwam, zij zag en zijn familie van Julius Caesar gaan we staan. Astrid van Velden is een fantastische afwijk. Zij is groot geworden in het westen van het land, bij, in Den Haag. Maar hier in het oosten kan ze de prijs ervan nemen. En ze heeft een hele soepele zoen over haar. En dat is Harry Kloppenberg, organisator. Zullen we de fotografen en verder laten doen? Om deze te zijn. Jongens, één klassement. Dat is te maken dat de leverancier te weinig bekers heeft gebracht. Maar afwijken kunnen we dat goed maken in de overwinning als we die 12,5 jaar bestaan. Mag ik achter nummer 3? Onno van Tijns. Wil ik alleen bij van achter nummer 2 gaan staan? En zou niemand minder dan de winnaar van de Vrijdag. Het is zo'n schitterende omgeving. Kijk, het is zeker belangrijk. Het is hier prachtig. De koolsingel is mooi. Waar de zondag verblind met een aardig met 14 onder de rukkenbeurt. Is ook mooi, maar dit is het ook. Ook een heel dag. Sorry, in de inhaal. Geen vlammen. Ga maar hoog, burgemeester. Op je plaatsen. Ja, oh, dat is wel mooi hoor. En de wielen in het kop. En dat moet je zien, hè. Maar je moet in de kop moet je horen op de tijd doen. Dat heb je in de gaten. Dit is een deelnemersveld van een grofatleten. 144. Daar zijn ze wel bij je droom, hoor. En ik denk dat André Dunnewind, hij is van positie. Zesde man. Bas, kom op, hè. En hier loopt hij, hoor. Het is de man natuurlijk van het water. En dan hier de vlag. En
met nummer 151. Jan, uit dat schitterende Steenwijk, ik zou zeggen start 78. Voor de tweede maal op rij gaat hij deze zee. Hij gaat hier de over, we hebben een overijzende overwinnaar. We hebben een dat is het fenomeen. Vorige week schieten hij op de 10 Engelse mijlen 1-5. Het is iemand minder dan Radio Koop en dan laat je de vlag hoog hangen in 37. Het is iemand minder dan Koen Zoon. Hij is uit de Bergen-Rolenlijst de sterkste man en hij liet de klokken stilstaan op 40 minuten. En 288, gaan we kijken naar Joop Kroon. Joop, Engel, laat je niet verrassen met de man van 180, want hij is toch snelheid in de benen en dan is Chef 3 uit. Je kunt hem niet meer zijn, want hij gaat verzuren. Maar dat doet het wel met nummer 781 niet, want die wil wel wat toemaken. Dan maar, jij kunt hem met een schitter laten zitten in 57 minuten of 22. Want hij vandaag op de bank is. Dan Iris Veenstra. En als hij Iris zegt, aan pupil zou je kunnen zeggen, die binnenkomt ruim onder de 70 minuten. 69 minuten en 15.48. Dus heeft die tweede ronde een vervalletje gehad van een paar seconden. En met nummer 118 zit daarbij Jannie van der Meijden. Ook zij komt uit Zwolle. En als je dan zegt, wat mooi is dat, zijn die van eens. Chapeau voor zijn Canees. Want zij heeft bij degene gelopen die iedereen voor zich heeft gehouden bij de jeugd. Pas op die 35 hectare hier bij de Adeldink, deze schitterende havenstaten. En daar hebben we hele belangrijke families in het verleden. Maar de belangrijkste familie is nu aanwezig, dat is de familie Koning. En we hebben afgesproken dat meneer Koning, ik kijk even naar links en naar rechts. Mag ik meneer Koning vragen op zich het moment van het jaar de derde prijs uit te reiken aan de Groningse Lisanne Aarde. Hier een fantastische wedstrijd. Oh, 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 wat mooi is dat. Zo'n lekkere warme zoen, hè. Dat is goed hoor. Op het tweede paas. Zij komt hier van eigen publiek met een staande ovatie. Het is Thea Klink, laat zitten. En een goede hardloper is beter dan een verre vriend, hè. En daar staat de buurvrouw hier van de Adeldink. En je kunt zien, ze kennen elkaar, hè. Maar een subtiele rechterarmje vasthouden met die soepele, frisse zoen op de wangen is goed. Thea Klink, gefeliciteerd met je geweldige prestatie. Wat kan er maar in de beste zijn? Zij is de jongste van het stel. Het is niemand minder dan de HAVO-school hier, Tess Boekema. Zij vinden ze hier in 24 seconden. En dat is een fantastische, mooie tijd. En dan kan ik me voorstellen, meneer Koning, dan voel je weer als een jonge god natuurlijk als hij die prijs zo uitbreidt, toch? Mooi. Zullen we een staande ovatie geven voor alle drie en de volgende vragen kunnen van Koning pakken? Vraag nummer 3 en Jan Scheenstaart. Hij is de man die de titel met Fiore is verdedigd. Het verschil was maar een paar seconden ten opzichte van de vorige keer. Maar de temperaturen, ja, daar zat zo'n beetje de 30, 35 graden verschillen. Met 12 december 2009. Voor mevrouw Koning, u gaat de prijs uitreiken. Dat doet onze deugd. Je staat, oh, ik kan me zo vragen. Laat me eerst maar zo blijven kijken, want je wilt zoenen, toch? Ik kan straks wat dichter vragen. Wij gaan naar Bas Boekema. Hij staat op nummer 3. Hij liet de komende set aan de steden. En dan gaat hier de winterprijs in de hand krijgen. De organisator, mag je zeggen, van de Brink op Brinkloop. Hij is de grote man van de 20 jaar. Hij woont in Bakkeren. Het is Peter Bakker. 36. Voor 14 dagen stond hij in Overijssel op het podium. Dat was in Ommen op de 10 kilometer. Toen was hij alle senioren te snel af. Maar hij is de 35 ruim gepasseerd. Jan Scheenstra, hij komt uit het schitterende Zuidveen. En hij staat hier op het eerste paas met een tijd van 35 kilometer.